biodiversiteit is momenteel ontzettend hot, dat weten we allemaal. En wat wij dus proberen, wat ik dus altijd geprobeerd heb de laatste jaren, is alles waar kansen liggen, nieuwe natuur te gaan creëren. Doordat ik het jarenlang gedaan heb, heb ik deze oorkonde gekregen. En ik was best wel een beetje verrast dat ik hem kreeg. Dat ik zo kreeg die mensen voor de deur staan en die kwamen die prijs brengen. Dat is leuk. Kijk, vaak wordt er gepraat en dat is het. Maar als je iets, ik noem het altijd maar aaibaar maakt, mensen kunnen zien, hey, zo kan het worden, dan worden ze enthousiast. En die bieden ze ook aan om mee te werken. En zo probeer ik overal een beetje dat uit te dragen. Ik heb altijd in de hoveniersbranche gezeten. En de laatste 30 jaar ben ik ook meer gaan interesseren voor de natuur. En dat is met name ook gekomen omdat ik in mijn job ook heel veel heb kapot gemaakt. Dat realiseer ik me nu. Ik heb heel veel gespoten, ook met onkruidbestrijdende middelen. Goed, en dan zie je dat het ook anders kan. Nou, en toen zijn we ook met name, ook, kijk, dat doe ik natuurlijk niet alleen. Ik heb een partner en die is er ook helemaal mee. Die heeft zich lot van de natuur al jaren eerder aangetrokken. Maar goed, dan ben je in een arbeidsproces en dan ga je mee elke dag weer opnieuw. Tot je er ook komt, zo ga ik toch maar niet door. Nou, en toen zijn we eerst eens begonnen met alle projecten te doen in Haaksbergen. Nou, de Steenbrok is een heel groot voorbeeld. De ruige natuur, dat is dit. Verschalen natuur, dat wil dus zeggen, dan gaan we dus maaien. En dan krijg je heel veel vegetatie weer terug. En dan hebben we een stuk, dat is nog een restant van de vorige kwekerij. En achter hebben we een stuk voedselbos gecreëerd. Voedselbos is tegenwoordig ook een hot thema. En ik moet eerst zeggen, ik was er eigenlijk eerst in het begin helemaal niet zo enthousiast over. Maar dat heb je dan vaak. Maar als je dan die kant op gaat, dan kom je iedereen tegen. En ik ga door ter laatste snik. Dat is gewoon zo. Kijk, ik bedoel, het is nou zoveel te doen. Kijk, dus en ik heb er wel lol aan. Alles begint bij jezelf. Kijk, en als ik daar op mijn niveau wat kan doen, dan zal ik dat niet nalaten. Ja. En ik ben wel eens een beetje ongeduldig, maar goed. Kijk, maar daarom pak ik het ook zelf ter hand. Groen doet leven, dat weten we toch? Dus, groene energie, hè? Elke psychiater zegt, ga het groen in. Als je wat hebt, ga eens lekker wandelen. Toch? Ja. Laten we dat nog maar meer doen. En het is zo mooi.